Ja, Karim Ilamadi weer puntenverlies. En dat is hetgeen wat blijft hangen. Want ik zie iedereen op het gras zitten. En ondanks dat je vlak voor tijd nog achter staat, is niemand er blij mee. Nee, maar als je de hele wedstrijd bekijkt, doe je weer jezelf tekort de eerste helft. Kunnen we elke week hetzelfde blijven zeggen. De eerste helft kan je misschien wel op 2-3-0 achterkomen. En de tweede helft, of toen de 1-1 viel, dan gaan we gewoon andere dingen doen wat we normaal niet doen. En de tweede helft neem je dat gewoon mee. We beginnen te slap. En daardoor komen zij alleen maar beter in hun spel. En dan zie je dat we 2-2 maken en dan reageren. En dan kunnen we het wel weer, weet je. Dus ja, het is niet hoe het moet zijn. Het is dan ook helaas geen toeval meer. Als we het zo vaak zeggen, dan is er iets wat dat veroorzaakt. Ja, maar weet je, het is, kijk, als je heel slecht speelt, dan kan je nog wel zeggen van... Oké, we speelden gewoon slecht en het is gewoon niet goed genoeg. Maar als ik ons de eerste half uur zie spelen, dan denk ik bij mezelf... ja. Dat is niet een ploeg die zoveel punten heeft verloren of die het laat zien dat ze het niet kunnen. Weet je? En dat is denk ik zonde. Alleen als de 1-1 valt, dan zie je gewoon dat we allemaal heel onzeker worden. En dat is denk ik helemaal niet nodig. Maar ja, misschien heeft dat te maken met de punten die we verloren hebben. Maar. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje dubbel. Eigenlijk. Misschien kon je hier zelfs nog met 2-4 winnen of zo. Maar het is gewoon wat je zelf zegt, het blijft wel elke keer. En dat is denk ik, een kutgevoel. Toch wordt de roep nu wel steeds luider. Hè? Misschien ook wel logisch bij een club als Feyenoord met zoveel puntenverlies. Er moet toch iets gebeuren en er moet toch iets veranderen. Want zo op deze manier verder met deze resultaten kan ook niet. Ja, maar wat denk je dat er anders moet dan? Ja, dat is de lastige vraag. Ja. Daarom leg ik hem bij jou voor als ik het antwoord heb. Volgens mij als wij gewoon scoren, dan is er helemaal niks aan de hand. Dan win je dit soort wedstrijden, maar dat doen we niet. Dus ik denk dat het enige wat nu ontbreekt, dat we gewoon de scherpte missen. En natuurlijk ook de tegengoals die al wekelijks eigenlijk, domme tegengoals eigenlijk. Er wordt ook gezegd, een leiderstype, de rol van Dirk, ook als die niet meespeelt, is dat allemaal te makkelijk? Ik zie je gelijk lachen. Ik moet daar gewoon om lachen hoor, want ja, leider of geen leider, ik ga daar niet eens op in joh. Jij bent nu de captain natuurlijk van Feyenoord, dus ja. Het wordt niet persoonlijk aan jou geadresseerd, maar ook indirect weer wel. Ja, maar dat boeit me eigenlijk niet. Als ik met sommige mensen op tv hoor praten, ja, ik weet niet wat hun in hun leven hebben bereikt, maar ik heb daar niks mee. Als je wedstrijden verliest, dan mis je weer een leider. En vorig jaar waren er heel veel mensen kritiek op Dirk, volgens mij. Of is dat nu ook weer anders? Dus maar nee, dat is gewoon de media. En dat interesseert me niet. Ik snap jou, hè. Ik zie die wedstrijden ook allemaal. Aan de andere kant, ja, je hebt ook scorebordjournalistiek. En vaak is dat onterecht. Maar als je zoveel punten morst, dan is het ook logisch dat de kritiek toeneemt, toch? Ja, dat wel. Maar als je de wedstrijden ziet, volgens mij heeft dat niks met leider te maken. Nee. Is er voldoende wel zelfkritiek? Want natuurlijk, je hebt een punt. De feitelijke analyse klopt. Nee, maar als het elke keer niet goed valt. We moeten ook gewoon allemaal in de spiegel gaan kijken. En dit is gewoon niet goed genoeg voor Feyenoord, weet je. Alleen, ik heb wel eerder in dit soort fases meegemaakt. Die 7 wedstrijden, dat we 7 wedstrijden hadden verloren. Maar dat was echt dat we gewoon slecht speelden. Maar dat vond ik vandaag niet. Met name de eerste half uur kan je gewoon 2-3-0 voorstaan. Dus misschien dat ik de wedstrijd weer terug moet kijken. Dan heb ik het niet goed gezien. Dat kan ook zijn. Maar als ik de eerste half uur bekijk, dan denk ik gewoon dat we hier gewoon hadden moeten winnen. Wat wil je de mensen, de Feyenoord-fans, meegeven? Want iedereen gaat toch ook weer met een klote gevoel weg natuurlijk. Ja, maar dat is ook normaal als je dit soort wedstrijden verliest. Als je dit voelt als een verlies, denk ik. Bij ADO Den Haag verliezen, met alle respect naar de tegenstander. Maar ja, het is niet zo dat wij niet willen winnen. Wij willen ook met z'n allen gaan. En het komt op dit moment gewoon niet uit. En het is aan ons om het om te draaien. Kan dat nog helemaal omgedraaid worden? Of moet je ook je ambities al bijstellen? Hoe vroeg in het seizoen we ook nog zijn? Het is denk ik wel realistisch om nu niet aan de kampioenschap te denken. We moeten aan onszelf denken en van wedstrijd naar wedstrijd te kijken. En niet meer nu naar de kampioenschap te kijken.